Welkom bij deze nieuwe video. Ja, jullie zien me niet, dat klopt. Maar ik ga jullie vandaag de procedure van het opnemen en daarna ook nog eens het gelijklopen van de video laten zien hoe dat nou allemaal in zijn werking gaat. Je weet natuurlijk allemaal hoe ik mijn video's opneem. Weet je dat nou niet? Staat er een link in de beschrijving naar hoe ik dat doe. Maar om te beginnen, ik open dus altijd mijn OBS. Als mijn OBS is geopend, klik ik op de knop opname starten en start. De opname eigenlijk al. Nu gaan jullie mij ook gezellig zien. Hallo. Ja, dit bugt nu trouwens heel erg met mijn green screen. Dus ik zet hem wel gewoon even op deze. Deze bedoel ik. Deze. De. Wat gebeurt er allemaal? Op deze denk ik. Nee. Nee, ja. Daar ben ik dan. Dus dan heb ik nu de ene opname aan. Maar meestal doe ik dit heel snel achter elkaar. Maar nu doe ik het wat langzamer. Dan zet ik nu mijn GeForce Experience op. Je ziet hem hier. En dan druk ik natuurlijk op de Shadowplay knop. Want dat weet jullie allemaal. Dan moet ik dat even aandrukken. En dan... Daar is hij dan. En dan moet ik altijd even checken. Staat deze goed? Nou, die staat niet goed. Dus die verander ik even. Die staat nu goed. En dan druk ik op de Alt en de F9 knop op mijn toetsenbord. En dan zie ik dat die aan het opnemen is. Wat ik dan nu altijd doe, is mijn microfoon in OBS. Die zet ik even uit. En deze zet ik even aan, want mijn OBS neemt normaliter, normaal hoe je het ook wil noemen, alleen mijn microfoon op. Maar ik moet hem natuurlijk wel gelijk kunnen laten lopen, want mijn Shadowplay neemt mijn computergeluid op. Dus, dan ga ik meestal even naar mijn Spotify. Nou, dit kan natuurlijk, ik doe gewoon een liedje op. Dit is dan even snel een liedje van NCS. Ik druk hem even aan, dit kunnen jullie natuurlijk allemaal zelf, dit hoef ik niet allemaal te vertellen. Dat snap je wel. Gewoon even een liedje aanzetten. Het hoeft niet per se hardstyle te zijn. Dan wacht ik even 10 seconden ongeveer. En dan vind ik het eigenlijk wel goed. En dan stop ik in één keer door op de knop te drukken bij een beetje een beat. Dan doe ik mijn microfoon weer aan. En dit ben ik een paar keer vergeten te doen. Dus dat is heel lullig natuurlijk. Dan zet ik deze weer uit. Nou, dan is nu mijn opname staat aan. Alles staat aan. Ik kan nu beginnen. Nou, dan ben ik eenmaal klaar met mijn opname. Natuurlijk nog een hele opname, bla bla. Druk op de knop opname stoppen en dan stopt mijn opname. En natuurlijk op de Alt F9 knop. Nou, dan zijn mijn video's opgenomen en dan open ik Sony Vegas. Sony Vegas is nu geopend en dan sleep ik de twee video's in. Die heb ik ondertussen even naar het bureaublad gezet en die sleep ik gewoon in mijn Sony Vegas. Als het goed is, doen ze nu even mee. Oké, ik sleep ze wel even zo in. Nou ja, dan doe ik mijn webcam altijd boven. En mijn gameplay doe ik altijd onder. En dan zie ik eigenlijk hier al dat het hier gelijk gaat lopen. Ziet hier, dit is de muziek. Ga ik heel erg inzoomen, zo ongeveer zo ver als mogelijk. En dan druk ik waar het hier precies zo'n stukje begint, zeg maar. Ja, zie je dat? Kijk, daarna. Dan sleep ik deze op ongeveer precies dezelfde plek. Dat kan niet, omdat het FPS verandert. Omdat de waarde anders is. Maar ik denk dat dit wel het beste is. Ga ik hem even luisteren altijd. Is bijna niet te horen natuurlijk. En dan hou ik druk op de onderste of de bovenste. Dat maakt niet uit. Hou ik shift ingedrukt. En druk ik op de onderste of de bovenste. Rechtermuisklik. En dan maak ik er groep. En dan create nieuw. Ik kan ook gewoon in één keer op G drukken. Maar dat doe ik gewoon nooit. Dan zijn dit nu twee dingen die aan elkaar gebonden zijn. Dus dan weet ik dat het altijd goed loopt. Nou, dan ga ik naar het begin van de video zeggen even dat dit het begin van de video is. Gaat dit hele voorstuk gaat eraf. En bam, het loopt nu precies goed. Het is altijd even beter, het altijd even werk. Soms loopt het niet zo fijn. Als ik met iemand anders opneem, vraag ik of hij gewoon in zijn handen klapt. Maar ik neem ook vaak in mijn eentje iets op met mijn scherm. Dus zo doe ik dat dan. Vond je deze video nou leuk? Hulpzaam, behulpzaam. Of iets anders, doe dus op blauw duimpje. Bij de volgende video hoop ik jou weer te zien in de reacties. Of door het aantal likes. Of ik heb geen idee. Zeg ik nog maar één ding. Eentje. En dat is... Later!